je wacht op je vrijgezellenavond. Eén keer vreemd gaan. Eén keer vreemd gaan. Ja, doe dat. Ah, jongen, ik hou zoveel van je. Ik hou zoveel van je, hè. Ik hoopte er wel. Wishful thinking, zegt Sam. Wishful thinking. Ja, yeah. Waar zijn die hoeren? Waar zijn die hoeren? Vorige week gingen Andy en Melissa op zoek naar de perfecte locatie voor hun bruiloft. En we hebben ook een thema. Oké. Okay. Als het maar één woord is, Moulin Rouge. Oké, ja. Melissa's idee, die was weer helemaal enthousiast en zo. En kan je wel wat tegen te zeggen, ze hoort toch niet. Bleek control freak Melissa maar moeilijk om te kunnen gaan met de geheimzinnigheid rond haar vrijgezellenfeest. Ik denk dat het alleen maar. Ik weet het niet, ik weet het gewoon. Dan kan ook wat anders zijn. Nee. En liep het laatste overleg tussen de organisatoren van beide vrijgezellenfeesten alles behalve soepeltjes. Maakt niet uit, ik kan je nu wel vertellen, bij ons komt er wel een stripper. De grote dag van de vrijgezellenfeesten is eindelijk aangebroken. Vandaag zullen Andy en Melissa worden meegenomen door hun vrienden voor een dag om nooit te vergeten. Uiteraard hebben ze geen flauw benul wat hen te wachten staat. En dat is even slikken. Ik vind het een beetje spannend. Ik ook. Ik hou er niet van als ik niet weet wat ik ga doen. Ik zie wel wat er gebeurt. Geen gekke dingen, hoor. Geen strippers en zo. Je gaat me wel bellen, hè? Ja, maar ik wil het echt niet hebben. Als ik erachter kom, jongen, word ik helemaal gek. Ik wil het ook niet en jij ook niet. Echt wel? Nou ja, gewoon, we hebben gewoon met elkaar besproken dat we gewoon geen strippers willen. Absoluut niet. Nou ja, dat was een beetje het enige wat we niet wouden. Voor de rest, waarom niet zo moeilijk? Ook, niet, ook die vier vriendinnetjes van je niet laten overhalen? Van... Hey, ik bedoel, je gaat nu voor jezelf, bedoel ik, hè? Ik ging zelf ook bij de strippen. En het is allemaal wel leuk in het begin, maar ja, ik heb gewoon... Maar ik ben er heel veel door verloren. En, dat is misschien ook daarom dat ik dan denk van... Ik ga mijn herinnering weer terug naar Engeland en zo. En dat vind ik helemaal niks. Een straat verderop verzamelen de vrienden van Andy zich. De vader van Melissa weet precies wat zijn aanstaande schoonzoon leuk vindt. Ik weet zeker, als Andy als hij een paal op heeft... en hij hoort van strippers, vindt hij het leuk. Ja, dat weet ik zeker. Ja, dat weet ik. We weten allemaal wel dat als hij een drankje op hebt, dat hij dat geweldig vindt natuurlijk. Ja, dat heeft iedere man. Terwijl Andy's vrienden de bus versieren, wordt de sfeer tussen onze tortelduifjes steeds grimmiger. Alleen geen mannen, klaar. Geen gauwhoe met mannen en gekkigheid. Maar ik ben niet bang voor jou. Ik ben meer bang voor die wouders van de vriendinnen van je. Nou, alsof die zo gek zijn. Nee. Oh nee, die zijn er niet bij eigenlijk, nee. Die Mongolen van vroeger. Dat weet jij niet. En als dat zo is, dan ga je gelijk naar huis. Hoe bedoel je? Als er vriendinnetjes van jou mee zijn van vroeger. Ik weet niet eens wie er meegaan, maar natuurlijk hebben ze die gevraagd. Zijn er ook mijn vriendinnen? Dan ga ik niet eens weg. Op dat moment ja, ben ik dan, ga ik helemaal van binnen, word ik helemaal gek. Weet je, het liefst kap ik al alles af. Mijn oude vriendinnen zijn juist mijn vriendinnen. Ja, dus ben ik 20 jaar mee omgegaan. Dat zijn mijn vriendinnen. Dan ben ik klaar. Dan stop ik er nu mee. Dan gaat het gewoon niet door. Ben jij gek, zeg? Nee, ik doe het niet. Dat ga ik gewoon niet doen. Echt niet. Ja, dat is een vergaller, ben jij. Ik ben geen vergaller. Ik heb gewoon gezegd, ik wil dat niet hebben. Oh, ben je toch weer na feestje, ja. Zeg. Godver. Als ik moet vrijgezellenfeest vieren met jouw uitgekozen personen. Nee, maar niet die erbij. Die zijn er normaal ook nooit. Dus waarom moeten ze nu ineens erbij zijn? Ja, omdat ik er vroeger mee omging misschien. Vroeger. Ja, het is pech. Want ik vind, dat hoort er gewoon bij. Toen had ik gelijk al zoiets van, boom, ik stop ermee, weet je wel. Ik ga niet weg. Nee, mag ik ze niet eens één keer per jaar zien? Dat is gewoon gek, jij. Dan ga ik niet door. Ik ga niet weg. Ga jij maar weg, ik ga niet weg. Wel jammer voor Andy, want de stemming in de bus zit er al goed in. En dan moet het echte feest nog beginnen. Jongens, let op, dan komen jullie nu aan. Andy's vrienden zijn er helemaal klaar voor. Maar het feestvarken zelf twijfelt nog steeds of hij mee zal gaan. Nu er een oude, losbandige vriendin van Melissa op de gastenlijst van haar feestje staat. Ja, Ruben die had al gehoord dat ik niet blij was.
omdat zij meeging. En die kwam al gelijk naar me toe en die zei van, en die dit en dat, ik weet hoe of wat, maar ze heeft afgebeld en ze gaat niet mee. Weten? Ja, toch? De weder in ieder geval. En toen was het voor mij wel oké, weet je, dan dacht ik oké. Nou goed, dan ga ik echt wel mee, ja. Nou, gelukkig maar. Nu is er niets dat een prachtige en onvergetelijke dag nog in de weg staat. Want omdat ik al wegging met muziek, dacht ik van schijt. En nu heb ik ook schijt ook. Ik ga gewoon lekker zuipen. Een beetje ouwe hoeren met die gasten allemaal. Ja, dat was één feest. Dat was één feeststemming en was super. Waar gaan we heen dan? Wat denk je dat je gaat doen? Wat denk je? Ja, ik weet niet. Ik denk dat je iets gaat bungee jumpen of zo. Ja, en die had wel een verwachting. Die dacht wel bij zichzelf van, wat gaan mijn vrienden doen? Heb jij je paspoort bij je? Ja. Oké. Ja. Is die geldig? Nee, dat niet. Ik dacht, misschien gaan we wel naar de hoeren over de grens of zo. Met opa naast me. En het feest begint meteen goed, want de bus rijdt nog maar net of het eerste stinkbommetje wordt al gegooid. Oh, die hele bus, jongen, die stond in de stront. Iedereen zat net aan een broodje. Ah, ik had ze slecht tegen. Nee, ik vind dat echt bijna gewoon te overgeven. Echt zo smerig. Ruben moest kokken als de tijd. En ik zat maar... arme Ruben. Heeft hij alles geregeld, krijgt hij stinkbom naar zijn kop. Als de lucht is opgetrokken, keert de vrolijke stemming gelukkig al snel weer terug. Even lekker zingen met de boys. Nu Andy de hort op is, heeft Melissa weer tijd voor haar grootste hobby. Make-uppen. En zeuren over Andy. Als die oude vriendin van je meegaat, dan ga ik helemaal niet meer heen. Hij bepaalt voor mij weer meegaan. Hij wil even mijn vrijgezellenfeest ook even regelen. Het is gewoon zo jaloers als de pest, jongen. Ondertussen verzamelen de vriendinnen van Melissa zich een paar straten verderop. Ze wachten op de partybus. Alleen, waar blijft hij? Lam, waar blijft die bus? We hebben het telefoonnummer van die meneer. Ja, misschien moeten we hem even gaan bellen, want Melissa zit nou ondertussen weer bij de buren. Ja, we waren bang dat als die bus niet snel zou komen, dat Melissa dat de vogel gevlogen was. Als Melissa niet weet wat er komen gaat, stapt ze zo in de auto en dan gaat ze zo lekker naar het strand toe of zo. Dat is hartstikke mooi weer. Spreek met de meneer van de bus. Waar bent u ongeveer? Want we wachten in spanning af. Oh, dan bent u er bijna, denk ik. Oh ja, daar is hij. Oh, we zien er, yay! Nou, gelukkig maar. En dus kan de groep op weg naar het feestvarken om haar op te halen voor een dag vol verrassingen. Ja, ik vind het echt leuk dat ze allemaal daar stonden. Ik was echt blij. Maar ik kan nooit, als ik het zo heel erg verrast word, ben ik altijd heel stil. Dan weet ik even niet wat ik moet zeggen. Maar ik vond het echt heel leuk. Ja, echt. Voor Melissa is het wel even wennen dat ze geen enkele controle heeft over wat er gaat gebeuren. We gaan mee heen. Ja, laat ik alles heen. Doe me nou maar een bakootje, of hebben we dat niet? Ja, we halen alles. Nou, ze heeft het zelf niet georganiseerd en ze weet niet precies wat de bedoeling is en hoe en wat. En dan denk ik van ja, dat het een beetje de controlfreak in haar is. Nou, ik zeg party! Hey! Hey! Zonder alcohol geen feest. Dus laat de drank maar vloeien, want dan wordt Melissa ook wat losser. Er is alleen één klein probleempje. Oh ja, fles openen. Ja, het is echt weer zo'n kansloze actie. Ja, er moet wel een keukentrekker komen. We moeten nog een eindje rijden, zei ze. Ja, je gaat niet de hele rit zitten wachten. Ja, dus ik had Diana opdracht gegeven om die flessen openen te gaan regelen. Dus die is snel naar buiten. En dus gooit de lieftallige Diana haar charmes in de strijd. Toen heb ik gewoon eventjes bij de mevrouw aangebeld of voor een fles openen. Maar zij dacht dat ze hem terugkreeg. Maar ik zeg, ik breng hem morgen wel terug. Maar ik heb hem nu nog steeds niet teruggebracht. Ik weet trouwens helemaal niet waar hij is. Probleempje opgelost en dan kan er eindelijk een bubbeltje worden gedronken. Ja, dan gaat de eerste fles open, de tweede en dan staat de hele bus op zijn kop. Les aan de mond, niet eens meer aan glazen. Ja, het was één grote gezelligheid om 11:30 's ochtends. Even proost aan Melissa! En
met een klein drankje erin is het al snel berengezellig. Iedereen was aan het zingen, iedereen was vrolijk, helemaal enthousiast, springen, hossen op de banken. Ja, en die bus was het feest compleet. Ja, ik vind als het feest is en alcohol, dan moet er ook een karaoke bij. Dat vond Melissa oké. Maar je moet nu naar de wc. Melissa kan echt niet zingen. Dramatisch. Als die gaat zingen, dan kun je beter wegrennen. En Melissa, die zingt echt verschrikkelijk. Vallen de kraaien dood van het dak af. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Aarde is goed gekozen, hoor. Perfecte karaokebus, alcohol, gezellige meiden. Maar het duurt natuurlijk niet lang voordat er een plasstop moet worden gemaakt. En een echte dame gebruikt natuurlijk niet de wc van de bus. Ja, als wij moeten plassen, dan gaan we wild plassen. Ik pis achter een dikke boom. Au, tering! Ik wil ook ergens achteraf, hoor. Ik ga niet recht naast mij zitten zeiken, dan in jouw zijk zitten. Kan niet tegen, dan ga je toch lekker 15 bomen verder. Nee, die gaat vast bijna nog niet tegen me aan zitten plassen. Ik heb die lange rok, daar kan ik zo mee afvegen. Nee, ik leg hem ook al mijn t-shirt af. Ja, ik heb met die rok gedaan, klaar. Het droogt wel. Ondertussen is het bij Andy en zijn vrienden ook heel gezellig. En die kan het niet laten om een typische voetballersgrap bij Ruben uit te halen. Ik had aan mijn dingen gezeten. Dus ik haalde even zo erheen en toen haalde ik hem onder zijn neus. Dat moest hij weer kwot. Hij pakt altijd mij. Als ik denk, dan moet ik alweer kotsen. Dan gaat hij met zijn vinger ergens in zijn kont of bij zijn piel zitten. En dan gaat hij zeggen van, weet je hoe Melissa ruikt? En dan, dan gaat die vinger weer onder mijn neus, ja. Frisse vis. En stront. Oh. Mooie combinatie. Ja, de doorsluit. Alles is voorbij. Alles is voorbij. Alles is voorbij. Nou, het is duidelijk, de mannen zijn in Duitsland. En dan komt de familie van Melissa in actie. Mijn schoonvader die had meel meegenomen. En ja, dat doen ze altijd. Ja, de familie van Melissa, dat zijn een stelletje ongelijk projectielen bij elkaar. Ja. Die moesten we nog de hele dag. Gelukkig staat al snel de eerste echte activiteit op de agenda. Lekker scheuren in terreinwagens. Een echte jongensdroom. Super mooi, man. Oh. We zijn natuurlijk mannen, hè? Mannen en auto's. Ja, dat komt wel goed. Maar ja, door het bos scheuren in achterrijwagens met deze groep ongeleide projectielen is natuurlijk vragen om moeilijkheden. We moesten allemaal achter elkaar gaan rijden. Ja, maar ik wist al van tevoren, dit gaat niet goed. Het duurt dan ook niet lang voordat de mannen denken dat ze werkelijk op de kermis zijn. Op een gegeven moment leek het wel of we in de bosauto zaten. Ik zag op een gegeven moment een koplamp, een bumper, een kniplicht. Ik dacht van, nou, dat kan helemaal niet waar zijn. En het gaat van kwaad tot erger. Dat is toch niet normaal? De hele banden eraf, jongen. Rezen gewoon op een velg op een gegeven moment. Dat is toch niet normaal, dit? Ik ben gewoon... En dan is de beer helemaal los. Iedereen modder gooien naar elkaar in de auto. Ja, dat komt echt niet. Ja, jongens, op houden. Nee, ik heb een hekel aan vies worden. Ja, dat heb ik echt hekel aan. Ja, nou, dan ben je wel in het verkeerde gezelschap. Ook de eigenaar van het terrein wordt het inmiddels iets te gortig. Nu even rustig, hè? Anders lopen we allemaal uit de hand. We gaan alles naar de kloten. Kom. In eerste instantie dacht ik dat hij stil zou liggen. Dat echt dat het over zou zijn. Melissa en haar vriendinnen zijn op weg naar Amsterdam. De stemming zit er goed in. Zelfs van het tanken wordt een feestje gemaakt. En toen gingen ze polonaise over dat tankstation heen. Nou, ik heb zo hard gelachen. Je had die mensen moeten zien kijken. Je dacht, wat is dat dan weer? En allemaal, huppakee, polonaise, zo lachen. Als de dames Amsterdam inrijden, besluiten ze op het dak van de bus te gaan zitten. Alsof ze net wereldkampioen zijn geworden. Ja, die Mongolen die dachten natuurlijk weer dat het leuk was om die nooduitgang te gaan hangen op de bus.
Dat is levensgevaarlijk natuurlijk. De dames trekken veel bekijks. En als je zoveel herrie maakt, blijft dat natuurlijk niet lang onopgemerkt. En toen kwam de politie. Ja, en die man kwam helemaal woest aan. Ik krijg allemaal meldingen van mensen die heel erg bezorgd zijn over het feit dat ze bovenuit gaan. Nee, we deden alleen dat we stil stonden. Nee. Maar wij komen uit Apeldoorn, dan weten we het toch niet? Even gewoon. Even serieus, dan even gewoon. Ik weet niet hoe vaak er van die ongelukken gebeuren dat je door het, over, onder een viaductje doorgaat. Ik heb een hoofd van jou. Ik heb het niet tegen jou. Oh, sorry meneer, ik ben boos, hè? Ik ben heel erg boos. Ik zou het zo stom wat jullie doen. Ik was echt laaiend. Ik kwam echt schreeuwend. En oh. Die man die was zo woest. Ik dacht echt dat hij over zijn kookwater heen ging. Stelletje magolen, jullie kunnen er niet zomaar op de dak gaan staan. Denk nou toch godverdorie gewoon even na. Wees dan voor wat je hebt. Ik sta me daar echt een beetje proberen te sussen. Die agent een beetje rustig proberen te houden. Kom Denise aan, hoor. Kneep Denise die politieagent gewoon in zijn kont. En heel stiekem zo weg. Hoe weg was ze ook gewoon, hè? Nou, toen werd die man nog wilder. Even heel duidelijk, jongens. Toen hebben we echt onze excuses, 1000 keer excuses... en dat we het nooit meer zouden doen. Nou, en toen was die iets wat gerustgesteld. En toen mochten we gewoon doorgaan. De meiden gaan snel de stad in. Niet zonder een borreltje voor onderweg, natuurlijk. Maar denken aan een kurkentrekker... Ja, best wel stom om weer die kurkentrekker te vergeten, hè? Maar ja, we zijn ook niet zo heel slim, blijkbaar. Gelukkig biedt een vriendelijke kroegbaas uitkomst en kan het feest worden hervat. Yay! Ondertussen hebben de mannen het ook nog steeds reuze gezellig. Gewoon op elkaar inrijden van de zijkant, alsof er niks kan gebeuren, weet je wel. Echt, gewoon echt denken dat het net botsauto's zijn gewoon. Het is gewoon echt, hè. Het ben je niet goed? Ik mag glas omhoog, jongen. Ja, nee, gek, man. Toen we terugreden, zagen we overal restjes liggen van koplampen, bumpers, velgen. Dat is niet normaal. Oh, wat een zooi. Andy! Hey, maar wat gebeurde er bij jou nou? Hij hiervoor had geen rem, of wel? Nee, ik heb helemaal geen rem. Je had geen rem, maar jij vloog bij ons iedere keer achterop. Ja. Daar ligt de hele voorwiel af. Bijna glas in mijn kop, jongen. Wat dan? Hij vloog tegen elkaar aan. Ik had bijna glas in mijn hoofd. Nee, dit is de enige normale auto die er nog geweest is. Hier hebben wij gereden. Nou, je regelt iets. Je staat een beetje in voor iedereen. En ja, wij hebben contact met die beste man gehad. En dat is een super aardige vent. Ja, je voelt je wel een beetje lullig. Je denkt, hoe kan dit nou? We zijn in overleg of we door mogen, omdat we naar huis kunnen. Wat denk je zo? Ik denk dat we naar huis gaan, jongen. Was het leuk? Nou, dat kan wel eens een kort dagje worden, dit. Terug die bus in. Mannen, even bij elkaar. Ja, de eerste ronde hebben we gehad. Nou, ging niet helemaal lekker. Ik bedoel, van 8 auto's rijden er nog 4. Ik zal even heel kort door de bocht ingaan. Ik bedoel, de veiligheid staat nu op het spel. Mocht er nu wat gebeuren wat niet binnen de lijntjes past, dan kappen we er gelijk mee. Dat is duidelijke taal. Dat gedrag moet beter. Andy mag het goede voorbeeld gaan geven. Ik heb een tank. Ja, yeah. Een tank. Een big tank. Oké. Okay. Hoe drive you, me? Me? Ja. Yeah. Fuck me. Ja, ik vond het eigenlijk best een beetje eng, weet je, dat ik die tank zag. Zo groot is dat ding, hè. Hij ging in een tank rijden en dat had ik zelf ook wel gewild. Ja, dat zag er wel heel gaaf uit. Anna, laat me met rust! Anna, niet doen! Ja, dat vind ik wel mooi, man. Dat ding zit een kracht in. Dat is ongelooflijk. Maar zodra een die de motoren laat ronken, is die helemaal in zijn element. Sergeant-majoor van de meiden, here we go! Ja, het is gewoon het gevoel van macht ook een beetje, weet je wel. Een grote tank, dan ga je een beetje denken van, ja, hoe zou het zijn in de oorlog als je zo'n tank zit, weet je, ben je net een kleine jongen. En er is nog een leuke verrassing voor onze nieuwbakken tankchauffeur. Er stond ineens een auto daar aan de kant, daar mocht ik overheen rijden. Ik voelde niet eens dat ik eroverheen ging. Ongelooflijk. Maar was die in tweeën? Of zo dun was die. In Amsterdam lopen de dames al een tijdje door de stad. De voetjes beginnen pijn te doen, dus proberen de dames een vervoersmiddel te regelen. Zag ik die boot liggen? Dan gaan we op die boot varen. Ja. Hallo, ik wil de boot. Ga mee. Nee, nee, nee.
zie ik die mafketels die zie ik weer in een boot hangen. Hadden ze een boot gekaapt? Ik denk, nee, kan echt niet. Ik ga me dood. Ik denk, straks hebben we weer de politie op ons dak. Kom dan, ik heb hem vast. En dan meldt de eigenaar van het bootje zich en die is niet blij. Ja, ik schrok wel even. Ik, oh nee, dadelijk weer de politie op ons dak, boot gestolen. De dames kiezen daarom maar eieren voor hun geld en vertrekken. Dat is een oude boot. Ik moet blij zijn als die gestolen wordt. Moet je nog een waterbelasting voor betalen ook. Ik zou echt blij zijn als die mij afgejat was je er ook vanaf. En na een ochtend die wel een dag lijkt, komen de dames dan eindelijk aan bij de eerste echte activiteit. We gaan ons lekker laten opmaken, lekker ons haar laten doen. En dan hebben we allemaal mooie pakjes. Dus ik zou zeggen, neem even een kijkje met z'n allen, stormen lekker op af. We hebben de Moulin Rouge naar Nederland gehaald. Zijn we naar de Moulin Rouge? Dan krijgt ze de Moulin Rouge, haar dag. Zag ik al die stoelpoezenpakjes hangen. Dus dacht ik, oh, dat vind ik leuk. Daar hou ik wel van. Iedereen wil zich zo snel mogelijk in de speelpakjes hullen. Behalve Melissa's zus Denise. Ik kon niet meer lopen. Dus iedereen was helemaal aan het bijna die kleren van elkaar lijf aan het afschudden. Dit en dat. Ik zat er nog op stoel als het wel. Kan je nog, Denise? Nee, laat maar even zitten. Heel eventjes. Ben je er omkleden? Laat maar even zitten gewoon. Hallo, is iemand klaar voor om Denise aan te kleden? Denise is iets wat haar oriëntatievermogen kwijt. Kan iemand misschien iets voor haar uitzoeken? Kom maar, hè? Hey, komt er. Hey, kijk eens. Het is een keer moeilijk als enige in die stoel blijft hangen. Terwijl Melissa haar Moulin Rouge pakje nog bij elkaar moet sprokkelen, heeft Dini haar outfit al aan. Ja, Dini drinkt nooit, hè? Dus volgens mij had ze hem wel goed zitten, ja. Volgens mij was ze wel een beetje wilpser dan normaal, ja. Alle dames zien er inmiddels wonderschoon uit. Alleen het feestvarken loopt nog in haar oude kloffie. Iedereen heeft de make-up er al op zitten en ik sta hier nog steeds mijn hoek open. En nu maar hopen dat Melissa's maat er nog is, want zoveel keuze is er inmiddels niet meer. Ja, het is even... Oh, bijna had je hem. Ja, het corset was veel te klein. Maar ja, je kan moeilijk allemaal rekening houden met mijn cupmaat. Dus ze vielen er half uit, maar goed. Laat ze eerst 3 flessen wijn leeg drinken... en dan moet je vol in de grijzen. Wat is dat dan mee? Ja, het zat heel strak. Echt heel pijn. Echt, het was niet normaal hoe strak het zat. Ik heb er nu nog spierpijn van, echt. Na het nodige trek- en sleurwerk is Melissa er ook klaar voor. Tenminste... Zeg even speciaal. Ja, dan kom je dat pashokje uit, helemaal strak ingeregen. En dan kom je erachter dat je eigenlijk een ander pakje had aan moeten doen. Ja, dus ik kijk en ik zie gewoon Diana met het pakje van Melissa. En natuurlijk had Diana aan weer. Want het truc is dat we hebben bedacht dat Melissa in het midden is met het zwarte pakje. En de rest heeft allemaal kleurenpakje. Dus zij moet het middenpunt van de belangstelling zijn en niet jij. Holly, ja, ik doe maar. Die dag, kut, mijn mooi pakje. Ik had al de mooiste dag. Zeg, moet ik hem ook weer uitdoen? Oh shit, moet ik hem weer uitdoen? Moet ik weer wat anders aandoen? Echt, dat ben je wel een half uur mee bezig om het aan en uit te doen. Andy en zijn vriendjes zijn op een echte mannendag. En die wordt afgesloten met een rondje crossen. En dat betekent veel. Heel veel modderhappen. Ik was echt... Ja, ik was helemaal zwart, jongen. Zeg maar, die tattoos waren gewoon weg. Zo zwart was het. Mijn gezicht helemaal zwart. Alleen mijn tanden, mijn ogen zijn echt superwit. Gelukkig kunnen de mannen zich na afloop opfrissen. En die weet nog niet dat Rob en Ruben een bijzonder leuke verrassing in petto hebben. Ja, toen hadden we het idee om ons te verkleden. En voor de rest ook. Jongens, ik heb wat leuks voor jullie allemaal. Ja, iedereen moest verkleed ineens in een ledenhoes. Alleen, we hadden voor Andy hadden we een damespakje. Ja, mooie pruik erbij. We gaan naar een weggek huis van Andy. We gaan naar een origineel meidfeest. Denk je dat ik het aantrek? Ben je gek of zo, Bogol? Ik doe geen pruik op. Maar ik hou daar helemaal niet van, weet je. Om dingen aan te gaan trekken. Dus ik was het eigenlijk helemaal niet van plan. Ja, kan je wel. Moet je echt aan? Ja. Ja, serieus. Moet je eens aan? Ja, en daar sta je dan als oud topvoetballer. Grüß Gott, Heidi. Uiteindelijk heeft hij het wel aangetrokken. Het stond hem nog leuk ook. Jawel. Oh, kijk eens strak, hè. Als gegoten, jongen. Gelukkig ziet Andy snel de lol er al van in en komt zijn vrouwelijke kant naar boven. Andy is mijn broertje. Hier, dat is geil. Ja, dit jurkje zat hij, dat vond hij lekker zitten. Ja. Kan hij eigenlijk ongegeneerd met zijn pik spelen. En daar nog maar heel veel onneugende dingen mee maken. Hey! 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 Hey!
Rosie! Andy wilde absoluut geen vrouw op zijn bachelor, maar natuurlijk denken zijn vrienden daar heel anders over. We hebben natuurlijk nog een kleinigheidje voor je, en dat is het begin van iets heel leuks. Ja. Maar ze is nog wel een beetje zenuwachtig. Ja, wel, ze staat daar. Ze is zenuwachtig. Donder op, man. Ik wil geen vrouw hier, hoor. Jongen, Ruben, haal jij er eens even van. Ik ben niet bang, voor een vrouw. Nee, nee, ik krijg ruzie, jongen. Nee. Ruben, haal er. Nou, dat je die koffer net niet moet zien. Die kreeg me een wegtrekker. Dat was niet normaal. Toen schrok ik ook. Ik denk van, oh, nee, toch. Nou, ik heb ze echt een stripper geregeld. Dus ik stond daar, loop ik was al bang van, ik ga weg. Ja, bloedmooie vrouw. Blond haar. Grote titel erop. Hey! Het was een opblaaspop. Daar was ik wel heel blij mee. Hey! Daar is hij, jongen. Niet bang hebben. Gooi hem gelijk weg. Hij vond het waarschijnlijk niet lekker genoeg. Weg, hoe? Ik kan me niet voorstellen dat je op zo'n pop gaat liggen. Ik ben toch ziek? Zo'n plastic popneuk. Nou, geef ik er liever een rukje aan. Lekkerder. In Amsterdam hebben de dames zich in hun Moulin Rouge pakjes gehezen en is het tijd voor een fotoshoot van al dat moois. Melissa neemt direct de leiding. Lipjes getuid, bosjes vooruit. Wacht, misschien kunnen we stoelen. Ik wil een paar stoelen hebben. Er moeten ook een paar liggen. Ik ga ook liggen. Ik wil hier twee stoelen in ieder geval. Ja, ik wil liggen. Merel, Monique ook, bij de microfoon. Zo wil ik het, zo wil ik het. En dit wil ik zo, en dat wil ik zo. Ja, zo is Melissa wel echt. We hebben een fotograaf ingehuurd. Het is juist zijn baan om zoiets te bedenken en compositie te bepalen en zo. En dan neemt me die set even over. Maar ja, dat is gewoon haar ding. De shoot begint, maar de vrouwen zijn het al snel zat. Het was zo warm. Die pakjes zaten strak, zo strak. Iedereen had het op een gegeven moment wel gehad. De foto staat er snel op en dat is maar goed ook, want dan kunnen de pakjes uit. Maar niet iedereen is daar blij mee. Ik wil dat pakje heel graag aanhouden en dat was ook gezegd. De meesten zouden hem ook gewoon aanhouden tot 's avonds. Dag, dag. Aanhouden. Heel gauw de pak uit. Les. Ja, heb je het uitgetrokken? Ik, hè? Weet dit niet en niet het leuk vinden om dat zo'n pakje op te struiken, hè? Maar we hebben het allemaal aan. Ja, maar ik niet. Als ik het zo terug... En ik vind het prima hier, maar hij hoeft niet dat ik de straat op ga in zo'n pakje, hoor. Oh, oké. Okay. En dat vind ik zelf ook niet fijn. En hij ook niet. Nee. We moeten wel een beetje rekening houden. Ja, toch? We moeten hem wel trouwen. Ja, op het eind trok toch iedereen hem uit. En toen had ik hem op laatst als enigste nog aan. Toen zei ze, hou hem aan, Dien. Ik denk, nou, dan ga ik ook niet als enigste in het jurkje lopen. Want dan denken ze misschien dat ik de bruid ben. Dat ik er zo bij moet lopen. Ach, wat jammer nou. En die stoeipakjes hadden het nog wel zo leuk gedaan op een boottochtje door de Amsterdamse grachten. Ja, we kwamen de boot op, muziek ging gelijk aan, we kregen gelijk drankjes en van alles. Zoals gebruikelijk maken de dames weer enorm veel kabaal. En dat valt op. En daar heb je de politie weer. Allee, weer politie, duiken, duiken alweer! Weer politie. En ik denk, oh, komt er weer één te zeiken, hou alsjeblieft je bek dicht. Ik heb nog nooit zoveel politie op één dag in mijn leven gezien, ja. De muziek zachter, echt, ze maken een geintje, de muziek zachter. Maar ja, nee, echt, we moesten de muziek zachter doen. Ik zeg, omkeren, want ze blijven ons volgen. Oké, okay, we gaan nog allemaal kaart zingen, allemaal staan. Oh, ze keren al. Oké, okay, ze zijn weg, kan de muziek weer aan? Hey, hey, hey. Ze waren nog niet 2 seconden uit het zicht, hup, muziek gewoon weer aan. Ja, zo doen wij dat gewoon. Ondertussen zijn de mannen in de bus op weg naar de volgende feestlocatie. En de liters drank beginnen inmiddels hun tol te eisen. Ben je niet bedoeld naar een blessje? Kom er niet meer uit. Ben je niet bedoeld naar een blessje van Melissa? Ja? Ben je niet bedoeld naar een blessje van Melissa? Wel nog even dan. Nee, joh. Ja, je mag op je vrijgezellenavond één keer vreemd gaan, hoor. Eén keer vreemd gaan. Ja, doe het. Ah, jongen, ik hou zo veel van je. Ik hou zo veel van je, hè? Ik hoopte er wel. Wishful thinking, zegt ze dan. Wishful thinking. Ja, lekker. Ah. Weet je, het is allemaal een beetje groot praten zo. Kijk, als ik gezopen heb, weet je, dan praat iedereen die praat een beetje van dit en dat. Maar als het puntje bepaald komt, ga ik het echt niet doen, hoor. Waar zijn die hoeren? Daar zijn die hoeren! Dan word ik doodgemaakt door mijn schoonvader. De mannen zijn inmiddels aangekomen in Osnabrück voor het volgende onderdeel van het vrijgezellenfeest. We gingen naar Osnabrück. Dat was een Maiwoche, noemen we de Duitse stad. Een soort van bierfest.
Maar voor het drinken verder gaat, wordt Andy gebeld door Melissa, die toch even wil checken wat haar verloofde uitspookt. Andy! Hi. Waar ben je? Ik ben in Duitsland. Waarom pak je je telefoon niet op? Je ligt in de bus. Al mijn kleren zijn helemaal nat geworden. Ah, goed. Wij zijn ook allemaal nat geworden. Wat ben je aan het doen dan? Ik zit op een boot en Dini is zo lam, die is net afgevoerd door de waterpolitie. Dini? Dini, die heeft zich lam gezopen, die zoopt nooit. Nee, Dini drinkt eigenlijk nooit, nee. Dat heeft ze nooit gedaan, haar leven niet. Dus nee, nu was ze ineens dronken, na één drankje. En nu? Wat ga je nu doen dan? Ja, weet ik niet. Nu gaan we ergens heen, ik weet het niet. Ik weet ook niet waar we heen gaan. Als je maar gedraagt. Ze zei stripclub of zo ging ze heen. Oh, nou ja, veel plezier dan. Dan ga ik er ook heen. Is goed, schat. Ik zie je straks. Oké, okay, tot straks. Doei. Doei. Doei, schat. Doei. Doei. Ja, op naar de hoeren. Hallo. Op de boot is het tijd voor serieuze zaken. Er wordt een voorlichtingscursus over dildo's gegeven. Handig voor als je straks getrouwd bent. Na drie bevallingen kun je gewoon drie van die dingen kwijt, hoor. Lachen toch, hoort bij vrijgezellenfeest een beetje gekkigheid. De zwan, die roteert. Zien jullie dames? Stimulaten voor de dames die wel wat mogen voelen. De dames luisteren aandachtig. Er valt dan ook een hoop te leren. Jij bent zogenaamd de doos, zeg maar. Kijk, zo in de zet doos. Zet je hem aan. Die kan de penis in dit geval. Andy, bij in. Ja, heel mooi gestroomlijnd apparaatje. Die gaat in je G-spot. Nou, het leek alsof die hele boot stil was. Iedereen was zwaar geïnteresseerd. Volgens mij heeft die vrouw wel 5 afspraken gemaakt voor de week daarna. Want iedereen wou dat ding hebben. Na afloop krijgen alle vrouwen een goodiebag mee. Maar Melissa ziet nog veel meer leuks en besluit wat extra inkopen te doen. Kan ik bij Andy wel bij thuis komen? Ja, die kijkt daar niet van op. De mannen dachten dat ze naar een echt Duits bierfeest zouden gaan, maar ze komen bedrogen uit. Wij dachten dat iedereen in lederhozen zou lopen. Nou, dan waren die maffe Hollanders, die waren als enige in lederhozen. Liepen we daar tussen 1000 man op die kermis. Ze denken volgens mij dat wij gaan trouwen. Ja. Echt, hè? Hommel. Maar dat mag de pret niet drukken. Zeker niet als de heren een Engelse bachelorette party tegen het bevallige lijf lopen. Where you from? I like England. Yeah, which part? Derby. Ja, gezellig, zoveel meiden. Maar Andy heeft duidelijke afspraken met Melissa gemaakt. En het moet braaf blijven. Nou ja, we moesten ons zelf vermaken op een gegeven moment. Dus we gingen maar een worstwedstrijdje doen. Wie de meeste worsten op kan eten, ja. Ja, heel smerig, ja. Het vieze varkensvlees, worsten. 3, 2, 1. De Engelsen winnen overtuigend, maar daar heeft Andy natuurlijk een duidelijke verklaring voor. Nou ja, ze kon nog goed in happen, ja. Dat is vaker gedaan. Now you get a real sausage. Op de boot hebben de dames inmiddels last van een dipje. Ja, we hadden eigenlijk allemaal honger en het was koud. Iedereen kreeg een beetje een inkakketje. En dan gaat iedereen onder een dekentje zitten. Dan zijn we allemaal moe. En Melissa die dacht van, nou, dit gaat helemaal de verkeerde kant in. Straks zit iedereen hier te slapen. Hé, hey, staan even wel, kom op. Staan. Hey. Is bij jullie gezellig? Hier niet hoor, hier niet. Allemaal dekentjes. Zitten allemaal een dekentje. Hey, even voor de organisatoren. Is dit mijn vrijgezellenfeest? Is dit mijn feestje? Oké. Is dit het? Er komt nog veel! En wanneer dan? Ja, zo dan, hè? Melissa's vriendinnen zijn dus ingekakt. Maar aan wal staat iemand die wel voor een feestje te porren is. We waren aan het varen en er stond zo'n junk te dansen op die kade. Melissa, stop de boot! Melissa heeft iets met zwerfvis. Ik hou het van zwerfvisjes. Dus mensen die zwerven is raar. Mensen die raar doen langs de kade, dansen of zo. Dan denk ik, die moet mee. Ik dacht alleen maar, ik moet mijn tas even beter bij me houden. Dat was het enige wat ik dacht. Ja, de dames zijn iets minder gecharmeerd van Melissa's nieuwe vriendin. Maar die was niet helemaal goed, hè? Ik denk dat die een beetje koekoek was. Gek wijf. Toen kwamen de mensen naar ons toe van, hou je tas in de gaten, want het is een junk, we kennen haar. En toen dacht ik, oh shit. Maar ja, de boot vaart al. En de nieuwe gast voelt zich al snel helemaal thuis.
En ze ging zeker lekker mee. Volgens mij had ze wat gebruikt. Dan gaan we allemaal lekker mee, toch? Andy en zijn vrienden zijn inmiddels weer in Apeldoorn om de dag af te sluiten in hun stamkroeg. Ja, je komt binnen, vrolijke stemming, alcohol op, gaan. Maar in het café is het toch iets minder gezellig dan Andy had gehoopt. Hoi, hey, Andy. Hoi, Andy. Hoi. Alleen maar oudere vrouwen. Nou ja, dan moet je er maar een eigen feestje van maken. Melissa hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken dat er dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Iedereen heeft hem inmiddels flink hangen. Ook schoonzus Dini, die normaal eigenlijk nooit drinkt, toch? Ik ben 39, ik heb nog nooit alcohol gedronken. Dus Melissa, die heeft me eventjes aan de drank geholpen. Gaat goed? Ja. Ik ben een beetje. In het begin voel je er niks van. Maar daarna besefte ik ineens, er is wat aan de hand met me. Ik kan niet meer staan. En in mijn hoofd, ik word helemaal duizelig en warm. En ja, nog nooit meegemaakt. Nieuwe ervaring. Tja, eens moet de eerste keer zijn. Als de groep bij de club aankomt, wacht Melissa nog een verrassing. Foto's kwamen op beeldschermen, één voor één, alle foto's wat er gemaakt waren over de hele dag. Dat was super gaaf. Heel mooi. Mooi hoor. Zag ik al die foto's zo, dat vond ik echt leuk. Weet je, die ballonnen en een beetje in die stijl. Maar toen kreeg iedereen ook weer, we hebben weer een feestje, laten we weer verder gaan. Want eigenlijk wil iedereen al naar huis. Bij een feestje hoort natuurlijk een drankje. En dan duurt het niet lang voordat de meiden weer helemaal opgekikkerd zijn. Iedereen zat heel rustig en wij gingen helemaal uit ons plaat natuurlijk. Meteen knallende kurken, drankjes erbij. Gewoon gezellig. Gewoon echt meiden. Girls night out. Buiten tijdens de rookpauze worden de heliumballonnen ontdekt. Tja, leuk. Riepje, ik hou van jou. Andy, neem me naar huis. Dit is voor Melissa natuurlijk het moment om Andy weer eens te bellen. Andy, waar ben je dan? Ja, waar ben jij dan? Ik werd gebeld en toen hoorde ik een heel rare stem. Ik denk van, het is dan voor Mogol. Andy! Dit is een heliumballon! Nou, praat even normaal, Mogol. Andy, waar ben je? We komen naar je toe. Daar heb ik helemaal geen zin in dan, weet je. En dat dan ongein van, als je me belt, dan denk ik, misschien is er wel wat aan de hand of zo. Hij moet niet zo zeuren, hoor. Lijkt een man van 60. Wat een heliumballon. Ja, dat zal wel. Hey, waar ben je nu? Wij gaan naar Amsterdam nu. Ja, wij komen nu naar jullie toe. Zeg dan waar jullie zijn. We gaan elkaar toch nu... Jammer. Wij zijn onderweg naar Amsterdam. Ja. Nou, waar moeten we elkaar ontmoeten dan? Nergens. Ga maar naar huis. Ik zie je morgen wel. Ga maar naar huis. Ik zie je morgen wel. Spoor je wel. Oké, wij wachten op de bus en dan komen we eraan. Ja, hoe lang duurt het nog dan? Ja, een uur. Ja, een uur. Dan ga ik blijf niet zo lang hier. Ga naar huis. Doei. Ja, dag. We gaan naar huis. Ik ga echt niet naar huis. We gaan mee. Beide mannen nemen de eerste gasten afscheid. Maar Andy wil van geen wijken weten. Ja, we gaan daar. Denk jij dan? Denk ik naar huis gaan zo? Nee, kom dan. Ik ben geen baas. We zitten in Amsterdam. Wat denk je? Dat ik daar ga slapen? Andy, kom maar. Ik heb kopijn, man. Ja, ik heb ook kopijn. Daarom. Waar zit de mol, jongens? Ik heb het, hè. Ik moet nog één bako hebben. Waar zit de mol? Dan doen we één bako en een paar zit de mol. En voor een laatste drankje zoeken de mannen hun heil in het enige café in Apeldoorn dat nog open is. Dat was wel leuk, want toen we aankwamen, toen had hij ons nummer op staan. Dus gingen we gelijk naar binnen toe. In Amsterdam ziet Melissa haar kant schoon en grijpt maar weer eens naar de microfoon. Op een gegeven moment hoorde ik Melissa weer zingen, want die hoor je van kilometers afstand. En toen dacht ik, oh nee, heeft ze weer een microfoon in de handen gedrukt gekregen. Dat doen we altijd als we met elkaar zijn, dus ik greep mijn kans weer even. Jammer genoeg. En Melissa zingt heel vals, zoals gewoonlijk. Als je dronken bent, dan denk je dat je heel mooi kan zingen. Hoe is Melissa, hoe ze er staat? Dus wij kennen haar, hoe zij is. Dus ja, dan valt het voor ons eigenlijk niet meer zo op. Maar misschien voor andere mensen die denken van, alsjeblieft je mond dicht. Iedereen die pakt de microfoon en zingt zo vals als iets. Maar Melissa spant de kroon. Nadat Melissa haar laatste noot eruit heeft geperst, is het dan toch echt tijd om naar huis te gaan.
ken niet meer. Ja, ben je klaar? Wiekpot? Ja. Wil je? Ik wil zo house doen die mannen. Dus het was gewoon 15 uur lang gefeest. Iedereen was op een gegeven moment ook moe, klaar, naar huis toe. Ik zag die bus, zag die bank, pioen, weg. Gelijk gaan slapen. Na anderhalf uur rijden de meiden eindelijk Apeldoorn binnen. Ze kunnen tevreden terugkijken op een geslaagde dag. Ja, die dag die was echt top. Leuk vrijgezellenfeest. Echt hadden die meiden echt leuk geregeld. Ja. Het eerste wat Melissa doet als ze thuiskomt, is natuurlijk checken of Andy er wel is. Nee, ik was blij dat ik toen thuis kwam dat Andy ook gewoon thuis was. We hadden de dag overleefd. En lekker slapen. Een nieuwe dag breekt aan in huizen van de meiden. Het vrijgezellenfeest zit erop en wat rest is de kater. Ik had wel een kater, ja, zo. Boah. Ja, ik moet er wel even een beetje van bij komen. Ik ben niet meer de jongste die het zo volhoudt, nee. Dat is heel goed voor het giften voor alcohol. Ikke. Zet u niet zo aan, eet gewoon. Ikke. Kijk, ze pijn, hoor. En zo proberen de twee tortelduifjes er weer een beetje bovenop te komen. Melissa herinnert zich opeens dat ze nog iets in haar tas heeft. Ah, wat is dat? Ga ik niet aanraken, hoor. Wat dan? Ga weg. En zo komt er een einde aan een veelbesproken vrijgezellenfeest. Eind goed, al goed. Ja, ik was blij dat iedereen zich gewoon aan de regeltjes heeft gehouden. We waren geen strippers, het was een superleuk feestje. We hebben het altijd hartstikke leuk gehad. Dus nou ja, het was echt een geslaagd vrijgezellenfeest. Gaan we nog trouwen of denk ik, laat me zitten? Tuurlijk. Krijgen we dan nog een feest? Ja, gaan we het over doen. Vrijgezellenfeest. En dan een echt vrijgezellenfeest. Wat jammer. Bedoel je er zo in dat je 3 dagen bij je moeder kan slapen? Ja, nee, op de bank. Ga voor meer Andy en Melissa naar sbs6.nl/Andy en Melissa.